geloven. Gisteravond won hij de finale van Everybody Dance Now, een populair televisieprogramma van RTL 4. Bijna 2 miljoen mensen zagen hoe hij de anderen versloeg. Alle kinderen die in de finale stonden, deden het beter dan de volwassenen. Voor wie kleurt de vloer nog eenmaal groen? We gaan het zien. Wie is de winnaar? Justin! Ja, ik vond me wel echt fijn. Ja, nou. Ik kan het zelf nog steeds niet beseffen dat ik gewoon heb. Dat wel. Maar het is toch echt zo. Vandaag is het weer een gewone dag voor Justin. Dat hij makkelijk beweegt kun je ook op de trampoline goed zien. Maar zijn specialiteit is toch echt breakdansen. Toen ik zo 8 was, denk ik, toen begon ik echt intensief te breakdansen. Hoe ben je zo goed geworden? Ja, jezelf blijven en doorzettingsvermogen. En niet echt veel meer, de juiste mensen om je heen. En voor de rest gewoon trainen, ja. De meeste dansers die meededen in de finale waren volwassenen. En nu zijn we hier. Maar er deden ook 4 kinderen mee. En allemaal kregen ze meer stemmen dan de volwassenen. Luciana van 12 werd tweede. De vriendinnen Noah en Indy werden derde. En de grote winnaar is dus de 12-jarige Justin. Hij won €25.000. Dat geld gaat hij gebruiken om naar de Verenigde Staten te gaan. Daar wil hij audities gaan doen. Mijn droom is met grote artiesten en films te spelen en shows te doen. De kans dat die droom uitkomt is best groot. Want dat hij goed is, heeft Beyoncé ook al gezien. Haar management zocht namelijk contact met hem. En ik kon daar niet zo heel veel over vertellen. Ze heeft alleen gezegd dat we gaan lunchen, maar misschien zegt ze het ook wel in één keer af, dat weet ik niet. Maar ik kan niet zeggen van tot ik nou met haar op ga treden, dat ga ik niet zeggen, want dat weet ik nog niet. Wat hoop je? Ik hoop het, ja. Ik hoop het heel erg. Beyoncé of zo, dat zijn echte sterren, weet je. Die vergeet niemand meer. En dat wil jij ook? Ja, dat wil ik natuurlijk ook. Wauw. Vuurwerk, fanfares en duizenden museum.